Mooi. Mijn presentatie gaat eigenlijk over de beste biggen door goedkope energie. Waarom de biggen eigenlijk? Want als we, ik herinner me even 2 jaar terug, hebben we samen met Luc een paar keer bij elkaar gezeten en gekeken van op welke plekken in de bedrijven gaat het nou eigenlijk het meeste mis, om zo maar te zeggen. En er kwamen uiteindelijk toen 2 conclusies naar voren. Dat was eigenlijk in de biggenstal, tocht in de biggenstal. En in de kraamstal tocht in het biggennest. Dat waren eigenlijk op de zeugenbedrijven de 2 key problemen op het gebied van klimaat. Met alle ellende van die naad. En vervolgens dan zijn we daarop voortgeborduurd eigenlijk. Want uiteindelijk het hele voorconditioneren, dat is niet nieuw. Het is boeren die vroeger eigenlijk een grondkanaalventilatie gebouwd hebben. Of grondbuizen. Die weten allemaal hoe perfect dat is eigenlijk. Om het buitenklimaat eigenlijk uit te bufferen. Maar ja, onderwille van goedkope of duurder wordende energie is eigenlijk alles opgehouden. En dan kun je je afvragen, ja, hoe kan het nou zijn waar we zijn, waar we zijn? We zien eigenlijk met name daar bij de biggen, daar is eigenlijk het meest laaghangende fruit. Want in de biggenstallen wordt de waarde voor de zeughouder gecreëerd. Als in het voorgaande traject alles goed gelopen is, maar daar zijn ze energie te sparen. Hij moet een biggen met een goede gezondheid verkopen. Daar is voer te besparen. En dat is makkelijker om sneller rendement aan te tonen. Kijk, de cyclus van de vleesvarken duurt weer langer dan van een big. Dus wij hebben eigenlijk de laatste jaren eigenlijk ook wel de focus op die biggenstallen. Want daar is de meeste waarde op hele korte termijn eigenlijk te creëren. Als we over energie praten, want eigenlijk is onze filosofie, iedereen heeft het over energie besparen. We zeggen, nee, dat is fout. We moeten een bak meer aan energie in die stallen stoppen. In de plaats van steeds minder, want we zien dat het fout gaat. Nou ja, dan zien we eigenlijk de tendens van, oké, maar welke energie is er dan? En er is heel veel energie, er zijn heel veel wegen die naar Rome toe leiden. Een van de oplossingsrichtingen is eigenlijk, de dieren produceren heel veel warmte zelf, die gooien we weg. Nou, een beetje afhankelijk van de markt. We zijn bijvoorbeeld vanmorgen bezig geweest met Rusland. In Rusland kost aardgas 6 cent, 4 cent tot 6 cent. Ja, dat is helemaal niks. Ja, dan moet je gewoon nuchter rekenen. Moet je dan warmte terugwinnen? Of ga je gewoon eigenlijk het gas gebruiken dat er is? Maar de probleemstellingen zijn eigenlijk hetzelfde. En de doelen zijn eigenlijk hetzelfde. Hoe kunnen wij een optimaal klimaat voor die dieren realiseren? Nou, in onze omgeving, met steeds duurder wordend aardgas, met de tendens, is eigenlijk de warmte die we hebben. We hebben ook natuurlijk de investering gehad in de luchtwassystemen. Die staan er eigenlijk kosten te maken, zeg maar. Is eigenlijk het allermooiste van dat ding is, we kunnen enorm een dot aan energie eigenlijk vangen. Nog sterker, we hebben hem eigenlijk en we kunnen hem gaan benutten. Nou, dit is een tabel van hoeveel warmte produceren uiteindelijk nou die varkens. Dus wegen, vleesvarkens, kraamzeugen, dragende zeugen. Nou, en uiteindelijk zie je hier bijvoorbeeld wat er eigenlijk aan totale warmteproductie op zo'n bedrijf is. Pak nou een stal met 3500 vleesvarkens. Nou, er wordt meer dan een halve megawatt aan warmte eigenlijk naar buiten geventileerd. Dat is gigantisch. Ik zeg, in Duitsland bouwen ze een vergister om een halve megawatt aan warmte te kunnen hebben eigenlijk. Als je ziet, een stal met 500 zeugen, is ongeveer 300, bijna 400 kilowatt aan warmte wat er eigenlijk wordt geproduceerd. Kijken we dan naar een bedrijf met 500 zeugen, traditioneel, en wat wordt er op zo'n bedrijf aan normale kachelcapaciteit opgehangen? 100, 120 kilowatt aan verwarmingskachels. Wordt er eigenlijk geplaatst, wordt met aardgas gestookt. Ja, dit gooien we eigenlijk weg. En dat is nog een belangrijk ander iets hier. Vorige week toen we met Frans naar Duitsland reed, toen hebben we 6 uur cursus voor hem verzorgd. Om hem uit te leggen wat nou het verschil is tussen voelbare warmteproductie en latente warmteproductie. En wat voor een effect heeft dat op de productie eigenlijk. Dus wij mensen ook, varkens, produceren eigenlijk 2 vormen van energie. Voelbare warmteproductie en latente warmteproductie. Ik zal het ook uitleggen, want in de productie is het super belangrijk. Voelbare warmteproductie, wij zijn als mens 37 graden. Het is hier bijvoorbeeld nu 23 graden. En door het temperatuurverschil van het lichaam met de omgeving verliezen we eigenlijk warmte. En dan kun je je wel voorstellen, als het dan 0 graden hier zou zijn en wij zijn 37, ja, dan gaan we natuurlijk meer warmte in de vorm van voelbare energie eigenlijk afgeven. Nou, als we het koud krijgen, moeten we meer gaan eten. We moeten zelf gaan stoken om ons lichaam op temperatuur te houden. Dus de voelbare energie is eigenlijk
datgene wat in de stal ook zorgt voor een temperatuurverhoging. Ja, dan komt de lucht binnen in de stal van 10 graden bijvoorbeeld. En het wordt toch in de stal 25 graden. Dat komt ja, door de voelbare warmteproductie van de dieren. En grosso modo, als het klimaat ideaal is, is dat ongeveer de helft van de warmteproductie. De totale warmteproductie is ongeveer de voelbare warmteproductie. De andere vorm van warmteproductie bij de dieren is eigenlijk vocht. En vocht is uiteindelijk, kan bij een varken wat niet kan zweten, wordt uiteindelijk via de ademhaling uitgestoten. Dus een varken verliest op die manier ook een hoop energie. Nou, die twee zijn eigenlijk in balans. Wat gaat er nou bijvoorbeeld gebeuren in extreme situaties? Wat ik net al zei, van stel een varken loopt buiten rond en het is min 10 en het loopt in de wei. Nou ja, dan moet dat varken flink gaan stoken, flink eten, om zichzelf warm te houden. Dat kost voer. Hij heeft meer onderhoudsvoer nodig, dus je voerconversie die wordt slechter. Dus ja, je financiële rendement wordt slechter. Maar wel een verrijkte omgeving. Wel een verrijkte omgeving. Ja. Daarom is één ding oplossen ook niet de oplossing. Het moet een combinatie van de elementen zijn. Wat gebeurt er nou bijvoorbeeld van de zomer? We hadden het buiten temperaturen van 35 graden. Dat betekent eigenlijk, wij zijn 37, hier is het 35. Ja, we kunnen geen energie meer kwijt via voelbare warmte, maar we moeten wel onze energie kwijt. Het enige wat er dan kan gebeuren, wij als mens gaan zweten. Hè, dus we gaan via vocht transpireren, kunnen we energie kwijt. Het varken kan dat niet. Dus dat varken moet via de ademhaling uiteindelijk zijn energie eigenlijk kwijtraken. Ja, en dan zie je op een gegeven moment, als die verhouding uit het lood komt, dan gaat het echt geld kosten in de productie. Want op een gegeven moment vocht verdampen, dat is net als met koken. Hey, we gaan eieren koken. Vervolgens kiepen water voor 10 graden in het pannetje. We gaan het water opwarmen. Oké, en als het water warm is, dan gaat het water koken. Nou ja, water verdampen, dat weten we allemaal, kost veel meer energie dan uiteindelijk het water eigenlijk opwarmen. Dus eigenlijk, wat er gaat gebeuren als het buiten zo warm is, we zijn eigenlijk zeg maar, water aan het koken. Dat water moet verdampen, er gaat heel veel energie eigenlijk in zitten. En dat gaat gewoon ten koste van de productie. En op het moment dat we warmte moeten gaan afvoeren via vocht, ja, dan zitten we gewoon, dan gaan we zo met ons productieresultaat. Dat zijn gewoon oerwetten. Wat zien we nou ook van de zomer? Ja, die dieren die hebben eigenlijk gewoon een probleem gehad met dat warme weer. En op het eerste ogenblik leek het allemaal wel goed te gaan, want iedereen zei, wow, we zijn er goed doorheen gekomen. Hè? Op dat moment het is warm geweest, maar het loopt wel. Maar ja, je ziet nou, lopende periode tot nu, de vleesvarkens is belabberd, de biggen belabberd. Het heeft zo'n groot na-eileffect eigenlijk. Ja, zo kunnen we geen topproductie eigenlijk blijven draaien. En eigenlijk zien wij over voor de korte termijn, om dat rendement met name op de bedrijven te verhogen, is in de winterperiode eigenlijk, met name bij de biggen, dan moet het warmer worden. Het moet niet warmer worden in de stal. We kunnen warmer maken door minder te ventileren, maar dat is niet de oplossing. Dus we moeten eigenlijk meer ventileren, moet meer gestookt worden, om eigenlijk daar met name het tochtrisico te verminderen. En met name, ik denk bij de kraamstal en de dekstal, dan moeten we gewoon die pieken, die moeten we gaan afkoelen, dat die productie eigenlijk constant blijft doorlopen. Daar ligt het voor de zeughouderij, het geld op de dingen te liggen. We hebben samen met Frans één bedrijf onder de hoede genomen, 2007 gesloten, die verloren dit jaar. Frans, hoeveel was het? Hoeveel geld verloren ze? De case die we bij de hand gehad hebben, 4,5 ton. Het bedrijf met 2007 gesloten verloor gewoon 4,5 ton, eigenlijk door gewoon klimaatproblemen eigenlijk. Hè? Te warm, te koud, daar praat je over serieus geld. En nu, waarom worden de mensen wakker? Omdat iemand een keer dat gemeten heeft. Want uiteindelijk het grote probleem is eigenlijk dat we eigenlijk te weinig financiële cijfers hebben die eronder liggen. Van wat is het nou werkelijk in euro's geweest? En als mensen het dan een keer in euro's zien, ja, dan begint het in de portemonnee te branden om het op te lossen eigenlijk. En dat zien we wel in de komende jaren veranderen. Ik denk de grootste innovatie van de komende 5 jaar zal worden beschikbaar hebben van data en dit soort trends eigenlijk te vertalen in euro's. Hè, nu zijn het met name de bedrijven die eigenlijk het beste buikgevoel hebben. Die zeggen, ja, ik zie dit gebeuren, dit gaan we doen. Hè, maar het is vaak buikgevoel en nog niet met euro's onderbouwd. En daar gaat eigenlijk de technologie ons de komende jaren helpen om dat gewoon in euro's te gaan uitdrukken. En dan wordt het gemakkelijker om eigenlijk vooruitgang te boeken. Dus Frans heeft geleerd wat voelbare warmte en latente warmte uiteindelijk is.
Oh, hier hebben we een sheetje om even aan te geven van, als we over euro's praten, waar hebben we het dan over? Bijvoorbeeld pak je een bedrijf met 3500 vleesvarkens, er wordt ongeveer een 7 ton voer per dag ingebracht. Voerprijs kan wat variëren, maar grosso modo gaat er voor 2000 euro aan waarde elke dag in dat bedrijf aan voer. Nou, en uiteindelijk, wat ventileren we dan weg aan warmte? Als we dat zouden terugrekenen naar de waarde van aardgas, is ongeveer zeg maar, 750 euro per dag wordt het eigenlijk gewoon weggeventileerd. Hè, wat we eigenlijk niet gebruiken. Dat is best een heel flink bedrag per dag. Hè, dus uiteindelijk, als je dan kijkt naar van wat wordt er in totaal aan geld in dat bedrijf gestopt, is ongeveer van 2700 euro, waar eigenlijk een groot gedeelte gewoon niet van benut wordt. Nog sterker, we hebben een heleboel problemen die we niet oplossen doordat we niet stoken. Hè. Als je dan ziet naar bijvoorbeeld, een simpele voorbeeld noem ik ook altijd bij de varkens, van een varken, je hebt een voerconversie van bijvoorbeeld 2,5. Wat betekent dat eigenlijk? Als ik een kilo voer in een varken stop, dan wordt van die kilo voer ongeveer 40% wordt vlees. Ja, en 60% wordt warmte. Dus we hebben een benutting eigenlijk van onze energie die we in dat varken stoppen van maar 40%. Goed, een vleeskuik heeft alweer een veel betere voerconversie. He, vandaar dat het ook beter op de maatschappelijke ladder staat. He. Maar ook sneller doorlooptijd, sneller beter gewin vaak. He. Maar uiteindelijk die 60% die we nou weggooien, ja, daar zit de waarde in waar we iets mee kunnen. He, dus dit is normaal 60% verlies. En van die 60% die we weggooien, kunnen we eigenlijk makkelijk de helft eigenlijk terugwinnen. En waar gaan we die, of waar kunnen we dan uiteindelijk mee? He, want uiteindelijk als we warmte terugwinnen, we kunnen straks eigenlijk de voorbeelden zien van hoe dat kan en op welke concepten. Maar uiteindelijk kun je warmte terughalen, want je wilt vloerverwarmingen toepassen. Kraamstal in de bekenstal, vleesvarkstal, naverwarming in de bekenstal, voorverwarming van de binnenkomende lucht. We hebben ook een aantal klanten erbij, die gebruiken we die warmte die we terugwinnen uit de wassers om voer te fermenteren, warm te voeren. Want als je warm kunt voeren, ja, stel je hebt voer met een temperatuur van 10 graden, ja, het varken eet het op, het moet in het lichaam opgewarmd worden van 10 naar 37 graden, kost energie, komt geen productie voor terug. Nou, kun je dat goedkoper anders doen, is weer een besparing uiteindelijk. Ja, en uiteindelijk is varkenshouden, is gewoon eigenlijk heel simpel, ik stop er een hoeveelheid energie in een systeem, dat noemen we een stal, ja, en hoe kan ik tegen de laagste mogelijke kosten produceren? Ja, energie kan er in de vorm van verwarming in de vorm van voer in. En dat moet als totaal eigenlijk geoptimaliseerd worden. En nu zie je eigenlijk hele gekke dingen. Want als je nu een rijtje zet van, maak je de keuze om te stoken met gas, of gebruik ik voer om te stoken, is vandaag het gebruik van voer veel duurder dan met gas stoken. Met de huidige prijzen. Niemand heeft eraan gerekend meer. Hè? We doen het omdat we het altijd doen. Maar eigenlijk is het totaal oneconomisch om met voer eigenlijk in je stal te verwarmen. En dat proberen we. Het is maar veel duurder. En eigenlijk is in het hele ventileren is eigenlijk één ding key. En dit is uiteindelijk, het is niet het belangrijkste van is het nou 24 of 25 graden in de afdeling. Het gaat eigenlijk maar om één ding en dat is het voorkomen van tocht. Eigenlijk staat het allergrootste issue. En veel onderzoeken lees je van, ja, we moeten bijvoorbeeld in de kraamstal wil het 18 graden maken voor de kraamzeug. Dat is ideaal voor de zeug. Maar probeer maar eens 18 graden bij de zeug te maken. Ja, de beken die liggen allemaal op de rug, die zijn kapot. Hè? Ja, en dat is allemaal leuke theorie. En in theorie klopt dat prima. Als wij in de ruimte hier zijn en we weten de temperatuur op zeg maar 20 graden te houden, is dat prima. Maar omdat we zoveel dieren in die afdeling hebben, moeten we gaan ventileren. Moeten we heel veel lucht door die afdeling laten stromen. En dan klopt die theorie gewoon niet meer. Want dan is tocht wordt gewoon de beperkende factor en niet meer die ideale temperatuur die men eigenlijk ziet. Ja, dus eigenlijk, het draait maar om één ding, is het voorkomen van tocht. En in de traditionele situatie is het ook logisch dat we doen wat we doen. Want op het moment dat je de lucht niet doet volverwarmen. De lucht komt met, extreem voorbeeld, min 10 graden binnen. En in de big afdeling wil je 28 graden, dus 38 graden temperatuurverschil. Vervolgens zegt Frans, ja, we gaan 2 kuub minimum ventileren. Ja, eigenlijk meten we dan 5.000-6.000 ppm CO2. We meten dan 80%, 90% vochtgehalte. Ja, we gaan meer ventileren. Als je dan in een traditionele stal meer gaat ventileren, ja, dan wordt je CO2 wel minder en je vocht wel minder, maar je hebt gewoon tocht aan de broek. Dus je zit gevangen in een systeem
waar je gewoon niet uitkomt. Op het moment dat je meer gaat ventileren, zonder het verhogen van die binnenkomende temperatuur, ja, is dat gewoon onmogelijk. En dat is wat er nu op de bedrijven gebeurt. We zitten gewoon in een situatie die onder de huidige uitgangspunten ja, de best mogelijk is. Toen Frans 10 jaar geleden begon, werd hij Mr. Knijpen genoemd. He? Over wat Frans kwam, minder ventileren, minder ventileren, minder ventileren, minder ventileren. Maar wat was het punt? Ja, door minder te ventileren was er minder tocht. Het werd wel warmer en het vochtgehalte werd meer. Maar het was nog altijd beter dan eigenlijk op dat moment meer ventileren. En maar tochten hebben en oorbijten en staartbijten. He? En gek dat het dan toch 10 jaar duurt voordat die inzichten echt gaan doorbreken. Het kan alleen maar door die binnenkomende lucht warmer te maken, anders komen we nooit daar waar we zijn. Omdat tocht eigenlijk de bepaalde factor is. We hebben in, toen we hier dit gebouw bouwden, dat was in 2013, Frans Derf toen een presentatie eigenlijk gehouden. Toen ging het ook over de combinatie van klimaat, gezondheid. Nou, hij zei toen van stookkosten en gezondheidskosten is altijd eigenlijk in balans. Dat is ongeveer een bedrag van 150, misschien nu wel 180 euro per zeug rond die koers. Zelfs een goger, zegt Luc. En hij zei van, hij zei, het is heel simpel. Ga je minder stoken, dan ga je mij betalen. Ja. Hè? Dus... Ja. Heb je een idee wat voor niveau we nou zitten? Dus uiteindelijk, op het moment dat we meer kunnen stoken, hè, dan gaat die WIP eigenlijk, dan gaan die gezondheidskosten naar beneden. Maar als we dat stoken nog een keer goede kop kunnen doen, ja, dan moeten we dat niveau van die 200, ik weet niet wat realistisch is, maar zeg dat we een niveau zouden kunnen komen van, in plaats van 200, op 100 euro, noem maar eens iets geks, ja, dan ligt daar best wel wat geld op straat eigenlijk. Ja, en nu zitten we op die WIP, zoals jouw balletjes waren. Je komt niet verder eigenlijk, hè, met de huidige methodiek. Dit is een grafiekje. Die verklaart een beetje waarom Frans dus straks zei, we verkortsen onze vleesvarkens 50% van de tijd van het jaar. Deze grafiek zie je eigenlijk de buitentemperatuur. Hier van min 10 tot 18 graden oplopen eigenlijk. En dit zijn eigenlijk de aantallen uren. Het is een beetje dezelfde grafiek als die van Frank om te straks wat Frans liet zien. Maar dit is een iets andere vorm. Hier zeg je eigenlijk van, dit zijn de aantallen uren per jaar. De buitentemperatuur. Dan zie je bijvoorbeeld bij een temperatuur van 10 graden buiten, heb je ongeveer 5000 uur, is het eigenlijk kouder dan 10 graden. Ja, dus van onze 8760 uren is het zeg maar, minimaal de helft van de aantallen uren is kouder dan 10 graden. En dat is net die periode, als het kouder is dan 10 graden, waar de meeste problemen eigenlijk optreden, met tocht, vocht, wind, te weinig ventileren. Ja, dat is de helft van de uren. Dus daar komt de uitspraak van Frans ook vandaan. En dat is altijd het probleemgebied. Dus op het moment dat we het kunnen oplossen, dan hebben we eigenlijk de helft van de tijd van het jaar al een stabiele situatie. Er wordt ook heel veel gesproken over koelen. Maar wat ook gewoon waarheid is, is het is 92% van de tijd van het jaar, dus 92% van alle uren in het jaar, is het minder dan 18 graden. En als we praten over koelen, echt koelen, koelen en ontvochtigen, ja, dan praten we eigenlijk over 8% van de tijd van het jaar, waar we een temperatuurprobleem eigenlijk hebben. Nog niet eens, want als het buiten 22 graden is bijvoorbeeld, kun je nog best aardig ventileren. Het begint echt pas wanneer de staltemperatuur echt boven de 27 graden uit gaat komen, dan gaan de problemen uiteindelijk ontstaan. Maar eigenlijk, het grootste deel van het jaar, praten we eigenlijk over nog steeds een tochtprobleem en een koude probleem. En daar ligt ook de grootste winst op korte termijn te behalen. Eigenlijk hebben we drie niveaus van klimaat eigenlijk benoemd. Een bronzen klimaat, een zilveren klimaat en een goud klimaat. Het bronzen klimaat hebben we eigenlijk, zeg maar genoemd, de huidige systemen zoals we die vandaag kennen. We hebben best geavanceerde regelapparatuur. We kunnen het allemaal goed regelen. We weten wat we aan het doen zijn. Dat is een niveau van derde generatie klimaat. En met de hulpmiddelen die we nu hebben, zijn we best in staat om tussen de min 10 en de plus 35 zo goed mogelijk te doen. Bandbreedte compensaties, compensatie links, compensatie rechts. He, daar zijn we best goed in geweest. We hebben een enorme stap meegemaakt. Eigenlijk zeg je dan, zilver, wat kunnen we daar eigenlijk aan gaan toevoegen? Stel nou dat we inderdaad in staat zijn, he, zoals met het voorverwarmingsconcept, die binnenkomende lucht eigenlijk
ja, in de plaats van tussen de min 10 en plus 35, in ieder geval al op minimaal tussen die 8 en de 10 graden in de winter te houden. En dat we in de zomerperiode maar eens even nog niks doen. Dan hebben we toch 50% van de tijd van het jaar, eigenlijk in constant klimaat, kunnen meer ventileren. We hebben, doordat we meer ventileren is de relatieve vochtigheid minder, CO2 is lager, minder tocht, met name dat, maken we een enorme sprong. Toen Frans zondag geen niks te doen had, dan had hij ook niks te doen. Dus wij zaten zondag samen goud te beschrijven. Als we dan zeiden van, als we nou absolute topproductie willen realiseren, bij Big in dit geval hebben we ons even op gefocust, hoe ziet dat er dan uiteindelijk uit? En daar hebben we deze tabel van gemaakt. Misschien een beetje moeilijk te lezen. Ik zal hem uitleggen van, we hebben hierboven dagnummers geschreven. Dagnummer 1 bij de Big tot en met 42. Dan heb je gezegd, ja, wat voor een gewicht hebben we van de biggen? We zijn even uitgegaan van 7,5 kilo. Dat is ook een grote vraag, want de mensen die heel veel biggen maken, de tongewichten worden steeds lager. En we hebben ook biggen van 5, 6 kilo. Hè? Dus uiteindelijk moet ik oppassen wat dan eigenlijk gebeurt bij die biggetjes. Maar uiteindelijk 7,5 kilo gemiddeld. We hebben gezegd, wat zou de ideale temperatuur zijn? Begintemperatuur ventilatie. Hè? Een biggen opleggen. Eerste dag 30 graden. Afbouwen 29. Down to 23. Hier hebben wij over gestoeid. Dit is 24. We willen niet afbouwen naar 23 graden. We willen afbouwen naar 24 graden. Hebben we zo 2 uur over gestoeid. Hè, Frans? Dan hebben we gezegd van, wat moet dan de minimum ventilatie uiteindelijk zijn? Om aan de normen te voldoen. Hebben we gezegd van, als je dan 2,5 kuub ventileert in de minimum. De meeste boeren ventileren 1,5 kuub. 1,7 kuub, 1,8 kuub. Maar als we 2,5 kuub zouden ventileren. Dan heb je nog steeds een relatieve vochtigheid van 77% en 3900 ppm CO2. Dus eigenlijk is 2,5 kuub ventileren bij een big, als we ideale condities willen hebben, eigenlijk te min. Op het moment dat CO2-concentraties 3900 is en de rest is goed, de WIP is goed, dan gaat het niet fout. Hè? Maar eigenlijk, als we echt topsport willen beleven, ja, dan moet dit naar beneden, dan komen we ergens rond de 3 kuub. We hebben die variant ook uitgewerkt. Miniventilatie, 3 kuub, 66% vocht, 3300 ppm CO2. Dan zitten we eigenlijk daar waar eigenlijk moet je 3,3 kuub ventileren om onder de 3000 ppm te komen. Klopt precies, in de markt gevalideerd, weten we. En dan zeggen we, oké, maar hoe gaan we dat dan doen? Want we kunnen een paar oplossingen kiezen. Als we meer gaan ventileren, nou, we hebben een standaard biggenafdeling, deltabuizen erin, ja, en meer verwarmen. Dan lukt dat wel, hè. Dat we zeggen van, verwarmen kan op een paar manieren. Er komt lucht van min 10 binnen en ik hang in je deltabuizen. Nou, ik heb x hoeveel het was, die breng ik in die afdeling. Die warmte komt er eigenlijk in. Prima, geen enkel probleem. We kunnen meer ventileren. Die energie erin, perfect voor elkaar, 3000 ppm CO2. Alleen, ja, dan komt er steeds lucht van min 10 binnen. En dan wil dat 30 graden hebben, 40 graden temperatuurverschil. Ja, dat gaat niet. Er ontstaat altijd tocht, dus we kunnen nooit die hoeveelheid gaan ventileren. We zeiden van, als we nou omdraaien, als we nou voor goud gaan, en we willen eigenlijk dat temperatuurverschil tussen binnenkomende lucht en afdelingstemperatuur zo min mogelijk maken, en we willen eigenlijk niet verwarmen in de afdeling. He, dus stop maar al die energie in de binnenkomende lucht. Nou, dan zou je eigenlijk, zeg maar op dag 1, zou je eigenlijk lucht bij Big moeten binnenbrengen van 23 graden. He, als je dan lucht van 23 graden binnenbrengt, en je hebt vloerverwarming, want die willen we eigenlijk zien voor het comfort van de dieren. Ja, dan kom je eigenlijk op de ideale situatie. Ja, 2,5 kuub, deze conditie. Maar dan moet de lucht 23 graden zijn. Gaan we iets meer ventileren, dan moet de binnenkomende lucht nog een graad stijgen. Dus dan zou je 24 graden moeten binnenbrengen. En dan heb je goud. Dan heb je dus de gouden omstandigheden van een big. Is er een temperatuurverschil op dag 1 eigenlijk van 6 graden. Tochtrisico is dan nihil. En je kunt ook meer ventileren. We gaan nu het eerste project zo maken. Dan doen we eigenlijk een tweetraps voor verwarming. We gaan met een triple E-concept uit de luchtwasser. Halen wij energie om zeg maar van min 10 naar plus 10 toe te werken. Doe de eerste 20 graden zeg maar met laagwaardige warmte. En er komt een tweede warmtewisselaar achter. Die gaan we met de warmtepomp eigenlijk opstoken. Zodat we die temperaturen kunnen maken die het moet zijn. Dus de eerste klant die gezegd heeft, ik wil goud, ik heb gezien wat voor probleem ik heb. En ik ga niet meer naverwarmen in de afdeling. Ik ga die energie in de binnenkomende lucht stoppen. En ik ga voor goud. Maar het is wel belangrijk.
Hoe zit het dan met de verschillende leeftijden van die BG? Want als we even doorkijken, pak dag 7, gaan we iets meer ventileren. En dan moet het eigenlijk de binnenkomende temperatuur moet wat gaan zakken, want anders wordt het te warm, ga je te veel ventileren. Dan zie je eigenlijk hier, dit is de inlaattemperatuur binnenkomende lucht. 24 graden, 23, 22, 13,5 en 10 graden. Dus hoe ouder de biggen worden, ja, hoe groter het temperatuurverschil ook eigenlijk mag worden tussen staltemperatuur en binnenkomende temperatuur. Hier zijn Frans en ik nog over aan het stoeien. Ja, daar zijn we nog niet over eens. Daar zijn we nou in de praktijk eigenlijk aan te volgen. Van, op het moment dat er natuurlijk, we komen boven die 10 graden uit, hè. Want als we een ruimtetemperatuur willen hebben van 3, 24 graden, we komen 10 graden binnen, 14 graden. Gaat het goed, gaat het niet goed. Is ook afhankelijk van welk ventilatiesysteem. Is dat een ventilatieplafond? Ja, is het allemaal veel minder kwetsbaar dan bijvoorbeeld met een grondkanaalsysteem. Ja, maar dit is eigenlijk de gouden tabel. Alleen als je dan meerdere leeftijden big hebt, en ik wil bij die groep eigenlijk 23 graden inlaattemperatuur hebben, en ik wil dat daar hebben, 10 graden, ja, hoe gaat dat praktisch? Ja, dus uiteindelijk hebben we nu heel veel bestaande stallen natuurlijk van, ja, het is één grote ruimte, één groot plafond. Ja, dan moet je eigenlijk al naar een niveau toe hier van, ja, ergens rond die 10, 12 graden binnenkomende temperatuur. En de rest eigenlijk in de afdeling corrigeren. Of bijvoorbeeld, als het een grondkanaal is, kunnen we ook nog verwarmingsbuizen in de voergang hebben. Om daar nog wat extra energie per afdeling in te brengen. Maar ik denk dat we nou een keer echt goede uitgangspunten hebben van goud, zilver of brons, zilver en goud. En waar moet het naartoe? Eigenlijk is het gek, want in de vleeskuikens doen we dit al 15 jaar. He, met de terraciestallen die we bouwen, bij de vleeskuikens, daar zeggen we eigenlijk, bouwen centrale gang langs de zijkant van de stal. Iedereen zei, dat is een hartstikke gek 15 jaar geleden. Wat kost dat dan niet? He? Extra gang bouwen. Daar doen we de binnenkomende lucht eigenlijk op dag 1 bij de opleg van de kuikens, is die gewoon 233 graden. Gelijk aan de staltemperatuur. En er is vloerverwarming. He, 95% van de hoeveelheid energie voor het stoken komt eigenlijk via de vloer in de stal. En eigenlijk maken we een barrière, daar waar de lucht binnenkomt, dat het eigenlijk nooit koude lucht is. He, je kunt de ventielen openzetten, want je hoeft geen ventiel meer te richten, want die lucht kan gewoon binnenkomen, er kan toch nooit tocht zijn. En dan doen we bij de kuikens doen we het precies hetzelfde. We beginnen op dag 1 eigenlijk zonder temperatuurverschil, tussen binnenkomende lucht en staltemperatuur. En naarmate de kuikens ouder worden, laten we dat eigenlijk oplopen naar 10, 12 graden. Maar nooit meer. Ja, en dan is het een eitje om eigenlijk dieren te houden. Want je hebt die factor klimaat eigenlijk volledig uitgeschakeld. Dat doen we ook nog koelen dan. Als het te warm wordt, gaan we koelen. Dus je zit eigenlijk in een heel smal gebied eigenlijk te regelen voor die dieren. Ja, en dan is het houden van dieren eigenlijk heel simpel. Dus bij vleeskuikens weer wat makkelijker. Dat is één leeftijd. Maar biggenstallen is natuurlijk met de meerdere leeftijd. Is wel iets om over na te denken. Van hoe zouden we nou stallen kunnen ontwerpen? Als je voor goud gaat, dan is dat een ander ontwerp dan als je voor zilver gaat, als het ware. Ja? Ik moet zeggen, we hebben veel geleerd, hè? De afgelopen weken. We hebben ook de afgelopen weken, toen het zo koud was, hebben een heleboel bedrijven eigenlijk gemonitord om te zien wat we zagen. Daar zal ik straks ook nog een samenvatting van geven. En dan zie je dat we ook nog heel veel werk op de bedrijven te doen hebben. Door gewoon eens een keer alles goed te doen. Wat Frans ook zei, is de stal dicht? Is die goed geïsoleerd? Loopt er geen water langs de muur? We stonden in een stal. Hebben we voorverwarming gemaakt? We stonden daar, boven het plafond. We keken door het dak naar buiten. Zulke basisfouten worden er nog steeds gewoon gemaakt. Ja, dat, echt waar. Je kunt het niet geloven. Wij liepen samen door het centrale afzuigkanaal. En het was gewoon nat, zeiknat. Alle centruspanelen lekten in het centraal afzuigkanaal. We verloren in het centraal afzuigkanaal meer dan 4 graden temperatuur, dat het gewoon zo lek als een zeef was. Op datzelfde project was de klimaatcomputer niet ingeregeld. Het draait een jaar, 13.000 biggen, P-band van 4 graden. Allemaal op hetzelfde bedrijf. Ja, dan zakt de broek op de enkels eigenlijk. Hè? We hebben becijferd, die man heeft afgelopen jaar ongeveer 4 ton aan geld verloren. Door eigenlijk dat geknutsel en gepruts. Het is gewoon dus hele simpele basisdingen. Maar de man wou niet eens de moeite doen om met onze kanaal in te lopen. Ja, dan stink je natuurlijk. We zijn de eigenaar, moet je voorstellen. Hè, Frans? Ja. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? We keken door het dak naar buiten. Dat kun je niet geloven.